Marleen Jansen, dank voor de uitnodiging in jouw aangename huis in Heerenveen. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waarin inmiddels nou iets van 90 hoogleraar emeriti uit de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière en hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op het vak. We gaan het straks hebben over de pedagogiek en de doofblindheid waarin jij gespecialiseerd hebt. De allereerste vraag is altijd of jij kort iets van jouw achtergrond zou kunnen schetsen. Waar je geboren bent, het milieu waarin je uitkomt. En dan zullen we langzaam overgaan naar jouw studententijd. Nou, ik ben een echte tuindersdochter uit Breda. Ja. En ik geboren in Prinsenhagen. Ja. Dat is een kerkdorp dat nu bij de gemeente Breda hoort. En wij hadden een tuinderij vlakbij de RBT-veiling. Ja. De Rooms-Katholieke Baronische Tuinbouwvereniging heette in die tijd. Ik heb het nog even opgezocht. En daar had mijn vader een tuinderij samen met een broer van hem. Ja. Dus die woonde een paar kilometer aan de ene kant. Ja. En een zus van hem woonde een paar kilometer aan de andere kant. Ja. Dus wij waren met drie tuindersgezinnen. Ja. Trokken wij eigenlijk heel veel met elkaar op. Ja. Hè, en ik ben de oudste in een gezin van drie kinderen. Ja. Ja. En zoals het gebruikelijk was, word je meteen ingeschakeld in het bedrijf. Ja. 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 En als kind was ik vooral leergierig. Ook wel een beetje avontuurlijk. Ja, ja. En op een tuindersbedrijf gaat het zo. Werken, werken, werken. Moeder heeft geen tijd voor de kinderen eigenlijk. Ja, ja. En ik kwam toch al vrij snel nadat zij getrouwd waren. Ja, ja. En ik weet, dat is eigenlijk het eerste wat ik nog weet, is dat ik op een driejarige leeftijd weggelopen ben. Dat is ook een van mijn allereerste herinneringen trouwens, dat ik weggelopen ben. Nee, samen met een neef, want dus die neef van die oom, wij waren alle twee drie, dus wij zaten nog niet op de kleuterschool. En die was op zondag naar zijn oma geweest, oma Clemens. En die vraagt aan mij, ik op mijn fietsje, ik weet allemaal niet wel wat aan het doen waren natuurlijk, ga je mee naar oma Clemens? Natuurlijk. In Prinsenhagen, natuurlijk. Dus wij weggelopen en toen zijn we toch een kilometer of vijf van waar wij woonden zijn we weggelopen. En pas tussen de middag, dat was in die tuinersfamilie zo, dan kwamen we weer binnen om te eten. Het was altijd warm eten tussen de middag. Ja, toen misten ze ons pas. Dus toen zijn mijn moeder en mijn oom en alles op de fiets heel de buurt af gaan zoeken. Ja. En het bleek dat wij in het dorp Prinsenhagen binnengehaald zijn door een gezin. Ja. En wat ik nog weet is dat daar een pater zat. En dat wij een bidprentje kregen van zo'n heilige prentje, weet je wel. Ja, 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 ja. En dat weet ik nog heel goed, dus dat maakt allemaal indruk. En op een gegeven moment kwam mijn moeder voorbij fietsen in oude kleren. En dat gezin zag dat. Ze zeiden, niet meer, die zijn kinderen aan het zoeken. En zo zijn we weer terecht gekomen. Maar ook die neef is vrij avontuurlijk gebleven. Ja, en ik ook. Ik heb ook nog wel wat van de wereld gezien naar de rand. Hè, maar dat was het begin. Maar was je gezin ook Rooms-Katholiek? Ja. Streng of? Nee. Mijn vader, dat is ook een mooi verhaal. Die, kijk, alle twee mijn ouders hebben natuurlijk die Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Maar nadien moest mijn vader nog in dienst naar Indonesië. Ja. Dus dat was echt een veteraan vanuit Indië. Ja. Ja. En die was dus al 30 voordat hij een vrouw kon gaan zoeken, zeg maar. Ja. Ja. En een gezin kon gaan stichten. Dus dat was echt een man van de oorlog. Ja, ja, ja. En wat was jouw vraag nou? Of je heel streng in... mijn vader die heeft dus, toen wij kind waren, heel veel verteld over Indonesië. Geen nare dingen, dat was toen helemaal niet gebruikt, dat deed bijna niemand. Ja. Maar tijdens, op een feestje had hij altijd het hoogste woord en vertelde hij toch eigenlijk leuke verhalen en ook over die mensen daar. En wij hebben gewoon meegekregen van, het katholieke geloof is één geloof. Ja. Maar ik heb zoveel goede mensen ontmoet van een heel ander geloof. Dus heel veel mensen zijn goed. Een soort humanistisch standpunt. Maar juist. Dus mijn vader was helemaal heel ruimdenkend. Ja, ja, ja. Mijn moeder was wel
echt katholiek. Die kwam ook uit een heel beschermd gezin. Ja. Hij was één van acht. Ja. Hij was de middelste in dat gezin van acht. En niet zo bewust in het leven. Die is eigenlijk uit dat gezin met mijn vader getrouwd en meteen met dat bedrijf begonnen. Ja. Hè, maar die was wel gelovig. Dus wij gingen als kind wel elke zondag naar de kerk. Hè, ook vaak nog naar de Paterskerk in Breda om 5:30 op zondag. Ochtends. Ochtends, ja. Al 6 zondag. Nee, dus wat dat betreft heb ik gewoon een mooi leven gehad. Ja. Maar het was wel hard werken als kind. En je zei je was leergierig. Las je graag? Ik vond dat tuinersleven eigenlijk helemaal niks. En daar kwam ik... Was je al vol bewust van of zo? Van elf. Dat wil ik niet. Ik wil zelf geen tuinder worden. Ja. Want werd het van je verwacht? Door je ouders dat je in het... Ja? Er werd niks verwacht. Ik weet niet wat er eigenlijk verwacht werd. Je werd meegenomen in het tuinersleven. En dat betekende als oudste dochter... Dat ik toch bijvoorbeeld op een zaterdag, dat is ook een leuk verhaal, waarvan ik me toen allemaal niet bewust was. Maar dan had ik een hele planning. En dan moest ik het erf vegen. Ik moest koken om 12:00, moest dat eten weer op tafel staan. Ik moest mijn broertje en mijn zusje uit zijn bed halen, zorgen dat die een beetje bezig waren. En de boodschappen doen. Dat vond ik nogal wat. En als er dan nog tijd over was, dan kon je nog op het land gaan werken. Ik was, en toen was ik nog geen, dat was nog voor mijn 11. Dus ik 19. Mijn tante, een andere zus van mijn vader, had een kruidenierszaak in de Bomenbuurt in Breda. Dus dat was een paar kilometer fietsen. Ja. En daar ging ik altijd de boodschappen doen. Ja. En op zo'n zaterdag dan plande ik al heel die zaterdag, hoe ga ik dit nou weer doen? Ik moet toch om 12:00 dat eten op tafel. Dan ga ik nou maar even de boodschappen doen. En dan zet ik alvast de aardappelen op. En dan zijn ze in ieder geval gaar als ik terugkom. Dus ik moest gewoon alles zelf bepalen. Mijn moeder die liet bij mijn gang gaan gewoon, weet je. En dat was voor mij normaal, maar toen kwam ik bij mijn tante in die kruidenierszaak. En ik zeg, en dan stond dan heel rij voor de kassa. En ik denk, oh, die aardappelen, weet je wel. Dan zei ik, tante Dien, mijn aardappelen staan op. En toen zag ik al die vrouwen in die winkel naar mij kijken. Ik denk, oh, dat is dus niet normaal. Terwijl je gewoon probeert te plannen, zeg maar. Ik moet gewoon op tijd terug, want direct gaat het mis met die aardappelen. Zegt mijn tante, kom maar gauw maar Leentje. Want die wist wel hoe het bij ons thuis aan toe ging. Want mijn vader was haar broer. Het was altijd werken. Maar toen besefte ik pas zo, dit is toch niet normaal. En daar ben ik toen natuurlijk over na gaan denken. En ik kreeg nog veel meer verantwoordelijkheid. Ik moest ook bankzaken doen. Bankzaken, gewoon geld halen was het dan. En geld wegbrengen. Ik was gemachtigd, want mijn vader die kwam bijna nooit in pak die akker af. Zeker in de zomer niet. Dat moest de oudste dochter, ze vertrouwde dat aan mij, zeg maar. Veel verantwoordelijkheden kreeg je dus als kind, al snel, zeg maar. Al snel, en dat is eigenlijk iets te veel achter, hè. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, dat is gewoon eigenlijk te veel geweest. En toen ik 11 was, toen had je ook wel wat vrije tijd, maar lezen, daar gaf ik ook niet zoveel om. Het was meer buitenspelen. Als we vrije tijd hadden, schaatsen, tenten bouwen met veilingkisten, schooltje spelen. Dat deed ik dus al heel, heel vroeg. En daar komt denk ik ook die liefde voor dat onderwijs vandaan. Want toen ik 11 was, dacht ik, dit vind ik echt niks. Ik zag iedereen daar op het land werken, op alle tuinderijen, gewoon keihard werken en dan in die grond voeten. Ik denk, ik wil gewoon iets heel bijzonders gaan doen met mijn leven. Het onderwijs in en de wereld zien. Want ik vond het wel heel erg bekrompen. dat zat er toen al zo diep in, ook dat onderwijs. Want ik was ook een beetje het oudste meisje in de buurt. Dus de kinderen van de buren, die moest ik mee naar school nemen, van de andere buren. Vaak liep ik dan al met een sliert van 10 kinderen. Dan zat ik in de 5e of in de 6e klas, moest ik die kinderen allemaal meenemen. En dan deed ik als schooltje onderweg. Dus ik vond dat wel geweldig om een juf te zijn, weet je.
En mijn eigen zusje, die is 6 jaar jonger, die had ik op een gegeven moment ook in die rij. Ja. Die vond natuurlijk niks, want ik speelde gewoon de baas. En dat snap ik ook goed. En ik liet elk kind vertellen van, god, wat heb jij in het weekend gedaan? Wat heb jij in het weekend gedaan? En wat hebben jullie gegeten? Ja. Weet je wel, van die vragen. En aan mijn zus vroeg ik niks, want dat wist ik allemaal. Ja. Die verhalen heb ik dus allemaal wel teruggehoord van haar. Zeg, nee, dat was niet zo leuk. Ja. Maar toen wist ik al van, dat wordt gewoon het onderwijs. Ja. Dat had al heel snel je hart dus gewoon. Van mijn achtstaal. Dat zat dan, ik weet niet in hoeverre dat dan heel bewust is. Maar toch ben ik daaraan vast blijven houden, ja. En middelbare school, welke middelbare school ging je... Nou, ik kon dus goed leren op de basisschool. Toen ben ik naar het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Ja, en we moesten ook Mencia de Mendoza zeggen. Dat was eigenlijk de oude MMS. Ja. En voor de jongens had je het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. Ja. Alleen, ik ben dus de eerste lichting van de Mammoet. Ja, dus dat het onderwijs gemengd werd? Nog net niet in mijn jaar. Het jaar na mij werd het gemengd. Ja, ja. Dus de brugklas was nog niet... eigenlijk is heel mijn periode niet gemengd geweest. Maar de jongens die kwamen dan net 1 jaar later. En dus ik heb de brugklas op het Mencia gevolgd. En dat was voor mij wel een cultuurshock. Je kwam toch als tuinersmeisje... Ja, dat was echt een... De basisschool was meer een arbeiderswijk en middenstanders en tuiners. Dat soort kinderen zaten daar. En met 3 van de basisschool mochten we dus naar het lyceum. Ja. Maar dat was echt een elitaire school. Ja, ja, ja. Dat was een hele elitaire school. Ja. Maar daar heb ik dus ook wel heel veel geleerd. Ja. Ja. Maar het eerste jaar was heel spannend. Ja. Ja. Ik voelde me, dit is toch wel een andere koek. Maar ik vond het wel interessant om van die meiden te leren. Ja, ja. Dus ik had ook vriendinnetjes. Ja, ja. En eentje was een dochter van een docent van onze school. Ja, ja. En daar kwam ik dan ook thuis. En bij ons mocht ook alles. Ik mocht ook altijd iedereen meebrengen. Ja, zo was mijn vader wel. Die vond het ook meer interessant als er weer eens wat gebeurde. Ook op de tuinerij. En dus die kwamen dan bij ons. En die vonden bij ons allemaal hartstikke leuk. Want wij hadden paarden. En op die boerderij was natuurlijk ook van alles te zien. Maar ik vond dat minder. Ik vond het bij hun heel interessant. Dus dat ene vriendinnetje die had oudere broers. En dan kwam ik ook op die kamers van die oudere broers. En die speelden dan muziek. Bijzonder, dat was er bij ons natuurlijk niet bij. Je wereld werd breder gewoon. Die werd breder en ik werd ook meegenomen naar, naar familie van die vriendin. Ja. Ja, en daar leerde ik pas wat bijvoorbeeld etiketten was, want dat leerde ik van mijn moeder echt niet. Dus dan ging ik daar op visite en leerde ik met mensen voor ook eten, terwijl ik dat thuis niet had geleerd. Ah. En daar schaamde ik me wel een beetje voor. Ja, ja, ja. En toen kwam ik thuis van zo'n logeerpartij en ik ging bij ons thuis heel de boel veranderen. Ik zei, nou gaan wij met mensen voor ook eten. Moest mijn vader en mijn moeder. Dus toen bepaalde ik een beetje binnen, weet je wel, nou gaan we het zo doen. Of je wilde gewoon weer de baas spelen. Nou, dat zit er denk ik ook wel een beetje in. Ik voelde me wel, En mijn ouders zeiden ook, wij kunnen jou niet helpen, hè, want ik kon gewoon goed leren. En, maar stimuleren zij jou wel om te blijven leren, door te gaan leren? Nou, ze vonden het belangrijk dat je goed je best deed op school. Maar meer niet. Ik mocht doen wat ik wilde, want dat is dus het volgende. Als je maar goed je best deed. Ja. Dat is het volgende verhaal. Na die brugklas ging ik naar het gym. Ja. Maar dat was nog meer tussen de studiebollen. Ja. De. En toen dacht ik van, ik kon ook weer goed mee, maar ik dacht, ik wil gewoon naar het onderwijs, ik heb eigenlijk heel de universiteit niet nodig. En ik kwam al wel op visite bij die oudere broers van mijn vriendinnen in Amsterdam en in Utrecht, dus dat vond ik allemaal schitterend natuurlijk, overal te komen en de kat uit de boom te kijken. Maar ik zag wel dat studenten dan in die huizen woonden met 13 in een huis. Ik dacht, dat zie ik toch helemaal niet zitten. En weet je, meer zo. Dus dat trok mij eigenlijk minder aan. Maar ook het feit dat onderwijs gewoon in mijn achterhoofd zat. Van, ik denk, als ik onderwijsres wil worden, dan heb ik heel die universiteit niet nodig. Nee. Waarom zou ik dan hier op het gym blijven? Ja, ja. En ik had in die tijd een hele leuke vriendin ook weer. En die ging ook van het gym af. Ja, die ging naar de HAVO. Die wilde ook naar de PA.
Pedagogische Academie was dat in die tijd. Nog geen Pabo, dat was Pedagogische Academie. En ik vond haar gewoon heel leuk. En wij op die middelbare school werd ook niet zo nauw gekeken. Dus wij spijbelden heel veel samen. Wij zaten vaak in de Beijer, Tent Hijk en het Hecht, cafés in Breda onder schooltijd. Dus geen gymnastiek deden wij, maatschappij leer niet, godsdienst, dat sloegen we allemaal over. Dan gingen we naar de kroeg of winkelen, weet je wel, spijbelen. Dat was, en dat mocht toen. Ja. Dus ook op zo'n lyceum, heb ik toch heel veel gezien. Yeah. En ik ben ook gewoon, er werd ook gebloot en van alles in de bosjes. Yeah. Maar dat deed ik dan niet. Ik was wel, in die zin had mijn vader ons wel goed opgevoed. Je moet wel uitkijken naar wat je doet. Yeah. Ze wisten in feite niet wat wij deden. Dus op tienertour, daar ging ik ook ging ik overal naartoe. Dan gingen we ook naar de sleep-in in Amsterdam, naar de heroïnespuiters. Daar gingen we daar gewoon tussen zitten, weet je wel. Dan denk ik, waarom heb ik dat gedaan? Maar dat was toch dat ik wilde weten wat er te koop was. En ook dat stadse van die vriendinnen, dat vond ik geweldig. Ik denk, er is veel meer dan dat plattelandsleven. Dus ik trok eigenlijk al die middelbare schoolperiode naar de stad. Yeah. En toen besloot ik ook maar naar de HAVO te gaan. Maar de leraren van het Mensja, die kwamen naar mijn vader toe op het land. Toen mijn vader aan het werk was, van ja, het is toch wel zonde dat ze van het gym gaat. Omdat je het gewoon makkelijk aankomt. Ja. En toen zei mijn vader, zij mag doen wat ze wil. Zei hij tegen die docent. En dat vond ik eigenlijk heel leuk, dat hij dat zei. Van, ik denk, ik mag gewoon doen wat ik wil. Ja. Terwijl thuis moest ik nog wel eens wat. Hè? Maar uiteindelijk mocht ik wel zelf bepalen wat voor soort carrière dat ik wilde. Ja. Ja. Nou, en dat is er bij mij ook heel diep in gebleven. Ik mocht altijd doen wat ik wil. Ja. En zo heeft mijn vader ons ook opgevoed. Ja. Ja. En ik had na mij een broer die kon heel goed paardrijden. Die was ruiter. Ja. Maar die is verongelukt toen hij 17 was. En dat is natuurlijk een hele zware tijd ook voor mij geweest. En voor mijn zusje en voor ons allemaal. En dat heeft een enorme impact gehad eigenlijk op onze jeugd. toen ik naar de HAVO ben gegaan, toen wilde ik naar de PA. Dus dat heb ik ook allemaal gewoon gedaan. Ja. Maar eigenlijk had ik al elders de pedagogische academie willen doen. En dat hebben we dan ook gedaan, niet in Breda, maar in Etten-Leur. Dat is een dorp er vlakbij. Ja. Omdat ze daar een heel leuk café hadden en noem maar op. Dus een heel dom argument. Maar wel een Brabants argument, toch? We waren ook nog naar een christelijke PA geweest toen met die vriendin in Dordrecht. Want we wilden eigenlijk naar een andere stad. Maar dat was zo saai daar. Zag het eruit en zei we kiezen toch maar voor Etten-Leur, weet je wel. Dus daar een hele goede tijd gehad. Een heel andere tijd weer als op het Mensja. En toen verongelukte dus mijn broer. Dat was eigenlijk, we hadden ook net een klasse 5 gehad in onze, bij mij thuis, want dat mocht allemaal heel, die PA-klas was bij ons thuis geweest. En met mijn broer was daar nog bij, dus daar heb ik allemaal nog foto's van. En een paar maanden was hij er niet meer. Hij is dus op slag dood door een ongeluk toen hij naar school ging. En mijn zus en ik waren vrij. Maar ik was al 18, 19. Toen heb ik echt tegen mezelf gezegd van blijf gewoon thuis. Even die avontuurlijke plannen de ijskast in. Om te helpen. Ik voelde me gewoon toch heel erg verantwoordelijk voor het gezin en ook voor mijn vader en mijn moeder. En ik denk, die verliezen nou een kind ik mag niet weg. En daar heb ik ook wel een goed gevoel aan overgehouden. Maar als ik nu terugkijk pas, en dan denk ik, dat is toch een cruciale periode geweest in je leven. Van 18 tot 23 ben ik thuis gebleven. Ja. Moeilijke periode natuurlijk. Ja. Ouders, veel verdriet. Ja. Maar mijn vader die besliste toch al vrij, die had het heft in handen, die besliste toch al vrij gauw om die boerderij weg te doen, om het bedrijf te verkopen. Ja. Ik vond dat prima. Maar mijn moeder en mijn zusje niet. Mijn moeder, het was haar passie om op het land te werken. En mijn zusje, die was 6 jaar jonger, dus die was pas 13. Die vond het buitenleven eigenlijk ook heel leuk.
Maar ja, mijn vader wel doorgezet. En, want mijn moeder had ook wat rugklachten en van die dingen. Ja. En toen zijn ze in de stad gaan wonen, in Prinsenhagen. Ja. Ja. In een mooie straat, in een tweekapper. Ja. En, maar mijn moeder had het hele tijd het idee dat ze op de camping zat, weet je. En die is, dat heeft haar heel veel tijd gekost. Ik denk wel 14 jaar voordat ze over dat verlies van mijn broer, ging was nooit. Ja. Maar dat ze toch weer in goede doen kwam. En toen is zij bij haar broer in een bloemenkwekerij gaan werken. En mijn vader, die was heel slim, die had het bedrijf verkocht aan een Volvo-bedrijf. Ja. En hij had ook onderhandeld of dat hij dan ook daar kon werken. Ja, 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 ja. Dus hij mocht de tuin van ons oude huis mocht hij onderhouden. Ja. Plus allerlei klusjes binnen die garage, dus op klantwerk brengen. Ja. Ja, en dat was echt mijn vader. Dus die was wel ondernemend, op zijn niveau. En jij hebt in die tijd heb je pedagogische academie afgemaakt en ging je het onderwijs in ook? Nou ja, en toen ben ik dus in Breda. Tijdens die PA, toen ik vond het normaal onderwijs ook leuk. Yeah. Maar in het derde jaar van de PA mocht ik stage lopen op de Blauwe Kamer. Op de Markendalen in Breda, Galdersweg, in die prachtige bossen. Yeah. Yeah. En dat vond ik helemaal wat. Ik denk, dit is, hier kan ik precies onderwijs geven aan individuele leerlingen. Want er stond niks in de boeken bijna. Hè, er was wel iets van de blinde curriculum. Dat waren verstandelijk en visueel beperkte kinderen. Yeah, yeah. En dat valt nu onder visio. Yeah, yeah. Dus daar ben ik mee begonnen. Yeah, yeah. Ja, dat was ook echt een belevenis om daar voor de eerste keer stage te komen lopen. Yeah, yeah. Want er was zo'n blinde leerling en die stelde al die stagiaires op de proef. En dan gaf hij een hand en deed hij net wat hij directeur was van de school. Ja. Nou, en mij ook, ja. Marleen, ik zal de naam niet noemen. Die en die. Ja. Nou, en had ik in één keer een glazen oog in mijn hand. Dan had hij gewoon zo uit zijn. Nou ja, dan moet je wel. Van die dingen. Dus dat was gewoon een hele gezellige tijd. En ook heel pittig. Ja. He, want dat waren toch ernstig verstandelijk beperkte kinderen. Maar was het toeval dat je daar stage ging lopen? Wij liepen stage op de Klokkenberg in Breda. Daar zaten psychiatrisch gestoorde kinderen. En we liepen op fysio, zeg maar, stage. Maar je wilde niet op een gewone school, zeg maar, gaan werken? Je zocht wel die... Toen, we hadden heel veel stages gewoon op gewone school gehad, dat ging ook goed. Ja, ja. En toen heb ik, toen ik klaar was, wilde ik wel in de buurt solliciteren, want ik durfde nog niet echt ver weg voor mijn ouders. Ja, ja. Dus ik denk, dan ga ik in Breda, Prinsenbeek, zo in die contraien. En toen heb ik nog wel gesolliciteerd op een gewone school en op de Blauwe Kamer, op de Markendalen. Ja, ja. Of ja, dat kwam eigenlijk pas iets later. Nou, en op die gewone school werd ik net niet aangenomen ook. Ja. Dus wel op de Blauwe Kamer. Daar ben ik toen samen met een die nog steeds vriendin is. Ja. Heb ik op de eerste dag dat ik daar solliciteerde, kwam ik naast haar te zitten. En alle twee aangenomen daar. Ja. Ja. Zij had heel diep verstandelijk beperkt. Dus dat werd toen in die tijd idioot genoemd. Ja. En ik zat bij de imbeciele kinderen. Ja. Ja. En dus daar kon je wel iets meer mee. Ja. Ik vond het vooral de sfeer op die school heel leuk. En dat je dus creatief moest zijn om voor elke leerling iets te bedenken. Ja. Alleen, ik kwam er natuurlijk al snel achter van, er is helemaal geen orthopedagoog hier. Ja. Er is helemaal geen begeleiding. Je moest het, ik had in mijn eentje had ik 13 kinderen. Ja. Ja. En dat waren 5 blinden. Ja. Vier slechtzienden, eentje met een rollator, eentje in een rolstoel. Ja. En dan moest je in je eentje mee naar de gymzaal. Dus dan moest je van je klas bijvoorbeeld naar de gymzaal of naar de kinderboerderij. Ja. En ik denk, dus daar moest ik het ook allemaal weer zelf uitzoeken, zeg maar. Ja, ja. Hoe doe ik dat? Nou, die 5 blinden achter elkaar, goed duidelijk spreken. Ja, kom maar, we gaan deze kant op. Heel duidelijk articuleren. En één meisje moest dan de rolstoel duwen. Ja, en zo'n klein kind met een rollator, die liep dan bij mij, weet je. Dus het was altijd plannen, organiseren. Maar ik denk, leren, wat kan ik ze nou leren? Ik leer van hun.
Dus ik heb heel veel door voor de leeuwen geworpen te worden, zeg maar, van die kinderen geleerd. Ik weet nu achteraf dat er eigenlijk ook al een doofblind kind tussen zat, maar dat wist ik dus toen niet. Ja. Dat was gewoon een kind met gehoorapparaten een brilletje. Ja. Maar er waren flinke gedragsproblemen, want dat doofblinde kind, dat... Daar begon te gillen en dat trok dat kleine kind aan de haren, weet je wel. Soms wist ik het ook niet. En dan viel er weer een jongen met zijn zware epilepsie aanval op de grond. En dan stond je dan toch alleen voor. Dus daar ging ik wel eens naar de directeur, want zo was ik ook opgevoed. Wel ontzag voor autoriteit, maar niet bang. Die is gewoon overal op af. Dan zei ik, ja, goh, ik vind dat dit toch wel behoorlijke gedragsproblemen zijn, hoor. Kunnen we hier niet wat assistentie of ondersteuning voor krijgen? Want dit is niet te doen. En ze leren niks. Ja. En dan zei ik, ja, nou, ik zou er maar mee gaan wandelen, weet je wel. Om ze dan wat te kalmeren. Ja. En toen kwam ik erachter. Ik wil gewoon meer gaan studeren. Dus En een collega van mij op die school, die studeerde toen ook MOA-pedagogiek. Yeah, yeah. En daar ben ik ook mee begonnen in Tilburg. Yeah. En tegelijkertijd deed ik dan een cursus voor leerkracht, voor imbeciele kinderen. Dat deed ik zeer moeilijk lerende kinderen. Nou, en om dan een lang verhaal een beetje korter te maken. Dat was voor buitengewoon onderwijs. Op die cursus gaf Jan van Dijk... Professor Jan van Dijk, die was toen nog geen professor, maar die kwam uit Sint-Michielsgestel. En die gaf alleen maar een gastles over de communicatie met doofblinde kinderen. En daar was ik helemaal doorgegrepen op een of andere manier. Dat was jouw allereerste kennismaking met dat ik iets over doofblinden hoorde. Dat heb ik allemaal achteraf pas ontdekt. In alle landen op de hele wereld krijgen ze op de basisschool iets over Helen Keller te horen. Een beroemde Amerikaanse vrouw waar we het misschien dan direct nog over gaan hebben. Ja. Maar in Nederland hadden wij helemaal niks over doofblinden gehoord. Dus Jan die vertelde in een gastles over de communicatie met doofblinden. En ik was gegrepen. Ja. Ik dacht, daar moet ik naartoe, daar kan ik... Die kinderen iets leren, want hij vertelde ook dat de ratio was 1 leerkracht op 2 leerlingen. Dus daar kon je op een hele dag veel meer tijd aan 1 leerling besteden. En dat is natuurlijk ook nodig als je niks ziet en niks hoort, dan moet het op gevoel. Om een lang verhaal kort te maken, daar heb ik gesolliciteerd. En eerst was er nog geen baan daar. Toen was het op een andere school, ook voor leerproblemen. Maar toen heb ik mijn gezicht al laten zien. En ik zei, dit is ook interessant, maar het liefst wil ik naar die doofblinden. En toen zei ze daar in Sint-Michielsgestel van, wat wil jij nou? Dat is het moeilijkste wat er is, zei ze. En dat waren leerkrachten en directeur van een andere school. Dat is het moeilijkste wat er is, waarom kies je daarvoor? Ik zei, wat mij zo... boeit is, kijk, dat blind ken ik al. Verstandelijk gehandicapt ken ik ook al, weet je. Maar wat blijft er nou nog over als je niks hoort? Dus hoe gaat, wat blijft er dan nog over van het mens zijn als je niks hoort, niks ziet? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dat vind ik gewoon heel boeiend. En wat kunnen die kinderen nou nog leren? Dat vind ik nog boeiend, tot op de dag van vandaag. Wat ze kunnen leren en hoe je hun een menswaardiger bestaan kunt geven, denk ik. Ja, dus enerzijds was ik benieuwd, zijn die dan ook gelukkig? Hoe zitten die in het leven? Hoe voelen ze? Zijn die nou hetzelfde als wij, horende en ziende? Ja. Of is dat helemaal anders? Ja. En vooral het menswaardig bestaan natuurlijk. Zijn het dan kastplantjes, zoals toen het gros over geredeneerd werd? Zo werden ze toen gezien in die tijd. Iemand die doofblind was een soort van kastplantje. Nog sterker, ik heb 2 weken terug nog een reunie gehad met die mensen van de Blauwe Kamer. Dus nog maar 2 weken terug. Dus toen vertelde ze, die zei, hoe kwam jij nou bij die doofblinden? Want die Jan van Dijk heeft helemaal geen indruk gemaakt op ons. Dus zij vonden dat totaal niet interessant. En ik wel. Dus wat is dat? Dat is toch, toch een persoonlijke fascinatie. Ik vond Jan van Dijk geweldig, ook hoe dat hij dat vertelde.
ja, oeh, dat een dobleer. Want ik weet nog precies welk voorbeeld dat hij gebruikt. We zitten hier te drinken. En hij zegt, ja, die dobleerden die zien niks en die horen niks. Dus wat je moet doen is heel vaak hetzelfde. En een bepaalde routine opbouwen. En stel, als een kind nou heel graag een chocoladekoekje wil. En dat zit al een beetje in de dagroutine. Dan kun je dat een keer, kun je verrassingen inbouwen. Ik vertelde niet toen, hè. En dan leg je dat koekje wat verder weg. En dan laat je een beetje voelen dat dat koekje daar ligt. Weet je, zodat ze daar wel van bewust zijn. Nou, en dan doen ze iets, zegt hij. Dan doen ze gewoon iets. Hey, want dan geven ze aan dat ze dat koekje willen. Ze ontdekken iets dan op dat moment. Ja, maar ze kunnen ook hun intentie duidelijk maken. En de kunst is dan dat jij niet snel dat koekje geeft zoals het bijna overal gebeurt. Ja. Hey, als opvoeder of als leerkracht. Want dan denk je, ja, we gaan lekker drinken, koekje erin, klaar. Ja. Nee, zo'n koekje, zo'n koffiedrinksituatie kun je helemaal uitbuiten. He, want dan door de spanning op te voeren voor dat kind en dan ziet hij in één keer, dan laat je dat koekje voelen. Oh, en dan geef je dat koekje nog niet. En dan zeg je van, wil jij koekje? Koekje. En dan ga je samen met dat kind het gebaar maken. Maar je probeert dat dan methodisch te ontdekken of zo, zeg maar. Ja, dan bouw je eigenlijk eerst een voorstelling op. En je toetst dat ook een beetje zo, zeg maar, in de praktijk, of dat werkt of niet, of hoe iemand reageert. Ja, nou, daar is dus een hele methode voor. Hè? En dat was dus al bekend in Gestel. Ja. Hè, dat heeft Harry Knoos ook een beetje verteld. Dat is van Ude. Dat is de gespreksmethode of de moedertaalmethode. Ja. Maar Jan van Dijk die heeft dat helemaal vertaald naar doofblinden. Dus meer op een tactiele manier. En wat het hele eieren eten is, ik weet niet of dat jij kinderen hebt, maar nou, dan moet je proberen voor te stellen hoe jouw kinderen waren voordat ze konden spreken. He, dus dan ga ik echt helemaal terug naar het eerste jaar, zeg maar. Ja. En dan doe je het zelf ook. Dus dan kun je nog niet... je vertelt misschien wel wat, maar dat komt helemaal niet aan, want dat kind begrijpt dat nog niet. Dus door je dagelijkse dingen te doen, eten geven, maar ook in bad doen, bouw je een bepaalde routine op, spelletjes doe je dan, die waarvan je denkt dat het kind het leuk vindt. Hè, en in die vaste routine, dan doe je net iets anders. Ik zit er nu even natuurlijk... Ja, dat dacht ik al. Triggert mij om erover na te denken. Dat je inderdaad, je probeert wat. Ja, je probeert wat. Dat bedenk ik me nu, hè. Dat probeer je een beetje te fine-tunen of zo. Want je ziet het gevolg. Ja. Dat is gewenst of niet gewenst. En op die manier probeer je inderdaad een Nou, en die houding die je dan hebt als opvoeder, daar gaat het om. En daar zijn boeken over voorgeschreven, over de hechting, theorieën, allerlei. Gewoon die primaire nieuwsgierigheid. Die primaire band in feite. Want kijk, alle psychologen hebben daarover geschreven. Alleen, ik was me dat toen helemaal niet zo bewust. Ja. Jan die vertelde over de moedertaalmethode. Maar achteraf denk ik, dat komt heel veel overeen met de hechtingstheorie. Ja. Dus dat een moeder... Ja. Het kind wat uitloopt, maar ook meteen responsief reageert op alle signalen die het geeft. En een veilig gevoel geeft. En een veilig gevoel geeft. Waardoor je de wereld veiliger kunt ontdekken. En zo worden eigenlijk die concepten opgebouwd. Dus niet alleen van een persoon, maar ook van voorwerpen die je dan gebruikt. Kijk, door heel goed, wat ik nou ook probeer bij jou te doen, je hebt aandacht voor dat kind. Elk dingetje wat zo'n kind doet, dat zie je. Dus je moet heel opmerkzaam zijn, heel goed observeren. Ja. Nou, en dan, wat Van Uden zei was vangen. Ja. Hè, dus het signaaltje vangen. En dan speel je zelf de dubbelrol. Dus als een moeder met een jong kind omgaat, dan speelt ze de dubbelrol. Dan herhaalt ze eigenlijk, ze imiteert of ze bevestigt volgens de hechtingstheorie het signaaltje van het kind. Koekje, wil jij koekje? Dan doe je dat samen.
En de dubbelrol is dat haar eigen inbreng. Ja, jij krijgt een koekje. Ja. En dan pak je het samen en dan probeer je weer. Dan bied je het gebaartje aan koekjes samen met dat vingertje van de kind. Maar dat gaat allemaal tactiel bij het doofblinden. Ja, je hebt natuurlijk ook veel verschillende soorten mensen met doofblindheid. Sommigen zien nog wel, sommigen horen nog wat. Dus je gebruikt alle zintuigen die ze nog hebben. Hè, maar er is altijd sprake van een tactiele ondersteuning. Ja. En Jan die deed dat al voor tijdens die gastles. Hetzelfde zoals ik nou zit. Nou, ik was helemaal geboeid, weet je. Zodoende vond ik dat interessant. En toen ging je ook bij hem studeren? Nee hoor. Zo snel ging het allemaal nog niet. Ik was gewoon ik was nog op die cursus zet aan elkaar. En dus daar krijg je allerlei leerproblemen krijg je dan. Daar word je dan in gespecialiseerd. Ik volgde de MOA-pedagogiek in Tilburg. Nou, daar kreeg ik allerlei achtergrondvakken, zoals filosofie, onderzoeksmethode, statistiek, logica. Ik had ik een 10 voor. Ik snap nog eigenlijk niet waarom. Dus ik kreeg allerlei vakken. Ja, misschien, en die puzzel... misschien ook wel omdat je heel logisch moet communiceren met doofblinden. Toch? Ik denk dat ik achteraf... heeft het mijn onderzoekscarrière heel erg geholpen. Ik heb waarschijnlijk toch een logisch redeneringsvermogen. Een soort praktische logica of zo. Want je moet, hoe weet je nou bij een doofblinde of jij dan... Of, je hebt een intentie dat je communiceert met een doofblinde. Ja. Hoe jouw intentie dan overkomt, zoals jij het bedoelt. En andersom ook gewoon. Ja, dat is de kern van ons vak. Dat is dus ook het blijven afstemmen. Wat voor ons eigenlijk gewoon zo vanzelfsprekend is. Ja, dat is totaal niet vanzelfsprekend. Dat leerde ik dus in Gestel. Hè. Dus ik studeerde in Tilburg en ik werkte elke dag in Gestel. Want dat had ik gevraagd toen ik daar op die school kwam. Ik wil een kind wat echt niks hoort en niks ziet. Want de rest ken ik al. Weet je, bij wijze van spreken was het natuurlijk helemaal niet. Maar dat lijkt me nou heel boeiend. En die kreeg ik. Nou, en... Als je vraagt van wie heeft jou nou beïnvloed, dan is dat meisje. Dat is dat meisje. Dat is precies wat jij misschien met jouw kind meegemaakt hebt na de geboorte. Het eerste jaar, dat maakte ik voor het eerst mee met dat meisje. Want ik moest een hele dag, ik heb 5 jaar dag in dag uit met dat kind gewerkt. Ze was 7 jaar toen ik begon. Zeven. En 12 toen ik met haar stopte. Ja. Nou, en die begintijd was natuurlijk, dat was een avontuur op zich. Want het was ook zo, in Sint-Michiels-Gestel, en nu Kentanus, dat was destijds een wereldberoemd dooveninstituut. Ja. 3 keer per jaar kwamen dan mensen, bezoekers van de hele wereld, kwamen op je vingers kijken als leerkracht, sowieso voelde ik dat dan. En dan kwamen ze, dan hadden we bezoekweken. En dat geldde voor alle scholen daar. En dan kwamen ze dus ook bij die doofblinden kijken. En dan moest ik als leerkracht demonstreren met zo'n kind wat je dan deed. En dat moest ik meteen al doen toen ik daar nog maar 3 maanden werkte. Toen had ik daar, en dat is ook leuk, collega's waar ik nou mee samenwerk, dus waar ik later 30 jaar mee samen heb gewerkt, die kwamen toen op mijn vingers kijken. Weet je wel, hoe dat ik dat deed met dat kind. En die plaste dus ook acuut in de broek toen dat bezoek kwam. Van de zenuwen, die voelde dat ik heel gespannen was, dat kindje, snap je? Die voelt natuurlijk allerlei dingen, die voelt heel veel meer natuurlijk dan. Maar het moet begonnen zijn met het opbouwen van vertrouwen, denk ik. Dat is het. En dat was toen nog niet gebeurd, weet je wel. Dus als je dan zo'n eerste bezoekweek hebt en je bent gespannen en denk je, wat komt er nou allemaal? Maar ik doe het wel, want ik was gewoon flink. Dat kind voelde dat feilloos aan. Dus toen hadden we nog niet echt een vertrouwensband. En zij lachte zich kapot, dat kind. Die dacht, ik zal jou eens hebben. Weet je, ik weet niet wat ze dacht. Dat weet ik niet, want die taal was er natuurlijk niet. Dat voelen ze feilloos aan. Dat was met jouw kinderen waarschijnlijk ook. Dus ze voelen heel veel aan, ook al is er geen taal. Gedurende die eerste 2 jaar was ik flink aan het zoeken. Voor mijn MO-akte in Tilburg heb ik dus een scriptie geschreven
titel Help mij bij het komen tot overzicht. Ja. En ik studeerde dus alles wat los en vast zit over doofblinden. He, van hoe krijgen die mensen nou overzicht in hun wereld? He, en, want dat is nodig voordat ze contact kunnen maken. Ja. En voordat ze überhaupt tot leren kunnen komen. Ja. He, dus vertrouwen en een goede band is sowieso een voorwaarde om verder te komen in taalontwikkeling. Ja. Ja. En ja, hoe doe je dat? Nou, en dat heb ik toen helemaal uitgeplozen. Ja. Mooie scriptie over geschreven. Ja. En die scriptie is heel veel gebruikt op die school later. Ja. Ja. Voor allerlei mensen die ingewerkt moesten worden. Want, maar ik heb er zelf heel veel aan gehad. Er was natuurlijk waarschijnlijk heel weinig nog op dat heel weinig. En Jan die van Dijk had zelf wel wat geschreven. Hè, maar die zat, nou ja, die heeft daar eigenlijk wel de basis heel goed voor gelegd, moet ik zeggen. Alleen toen, het was al best op een hoog niveau wat hij schreef. En als je beginnende leerkracht, dan snap je dat nog niet zo. Ja. Dus dat heb ik nog een slag lager vertaald, zeg maar. Ja. Maar Jan, die had het zelf prima op een rij. En die was, dat was een student van Ude en die had samen met Van Ude heel veel dove kinderen onderzocht, gediagnosticeerd. En dus die kon lezen en schrijven met heel veel doofblinden. En kijk, het overzicht had dan te maken met objecten, maar ook met tijd en met personen. Door dat heel duidelijk te beschrijven en ook hoe dat je dan jezelf herkenbaar kon maken voor zo'n kind. Ja. Hè, en dat is dus ook inderdaad door vaste routines. Ja. Maar wel haar het gevoel te geven dat ze iets kan. Hè, te stimuleren gewoon, wat ik bij mijn zoontje ook doe. Als iets. Ja. En dat moet je natuurlijk ook weer zoeken hoe je dat bij een doofblinde stimuleert. Ja. En dat het ook weer overkomt. Ja. Maar ook in de tijd. Je moet je voorstellen, dat kind, die was hartstikke doofblind. Ja. Die ging om de 2 weken ging ze naar huis. Ja. Want dat was ook verplicht in Sint-Michielsgestel. Ja. Die band met ouders vond men heel belangrijk. Maar het was ook een internaat. Ja. Ja. Dus het was een internaatschool. Mm-hmm. Dus die kinderen, dat was een meisje uit Amsterdam. Ik kan niet te veel op detail, maar dat was dus niet van Nederlandse komaf. En men vond het in Gestel, dat was echt gewoon een hele duidelijke beleidsfilosofie om met doofblinden te werken. Ja. Heel belangrijk dat leerkrachten en groepsleiding in die thuissituatie kwamen. Ook die communicatie filmde bij ons, maar dan ook thuis. He, zodat die overdracht voor zo'n meisje enigszins op één lijn kwam. En zodat ouders en broertjes ook met haar zouden kunnen communiceren. Ja. Dus dat was heel belangrijk. Maar ik voelde de verantwoording om aan dat kind duidelijk te maken. Ja, over 2 weken mag je pas naar huis. En dat is hartstikke lang. He, als je geen besef hebt van de tijd. Ja. Dus ik zette mijn moeder aan het werk thuis. Die heeft een hele kalender gemaakt voor dat kind met zakken. En mijn vader de latten en mijn moeder achter de naaimachine. Ja, heel de familie leefde met mij mee altijd. Ik was gefascineerd, ik ben gefascineerd en ik blijf gefascineerd. Maar ook mijn ouders, en elke zak was dan van een ander stofje. Yeah. Maandag was niet maandag, maar ik noem maar even iets, dat was de zwemdag. Noem maar iets, dan gingen we zwemmen met zo'n kind en dan had je een verwijzend voorwerpje wat je dan in die zak deed. En dat was dan de zwemdag. Maar dat had jij dan bedacht? Gewoon. Ik heb alles bedacht. Maar volgens de filosofie van Jan van Dijk, en die heb ik dus al beschreven met Jan samen in 1993 in de Octoreeks. Het boek Meervoudig Gehandicapten van Han Nakke. He, dat is de hoogleraar van Groningen. Nou, die nodigde Jan en mij al uit in de jaren 90 om een hoofdstuk over die doofblinden te schrijven. En ook de opbouw van communicatie. Ja. Dus het gebruik van verwijzende voorwerpen. Ja. He, dat was mijn eerste fascinatie. En dat staat daarin dan ook beschreven. En ik mocht, toen ik nog maar een paar jaar in Gestel werkte als leerkracht. Zo was Jan ook. Dan mocht je naar een internationale conferentie in New York. Ja. Dus in 1984
En nog maar een paar jaar daar leerkracht, mocht ik een plenary houden voor 300 man van heel de wereld over het gebruik van die verwijzende voorwerpen met dat meisje. Fantastisch, hè? Ja. En toen, je was dus nog helemaal geen wetenschapper toen. Nee, ik studeerde MOA nog toen, volgens mij, ja. Want die scriptie die ging daar ook over, weet je wel. Dus ik combineerde wel praktijk met theorie. Dat vond ik wel weer interessant. Ja, en ik had ook wel al best wel wat achtergrond. Ja. Hè, maar ik was een practitioner scientist, denk ik. Echt. En ik andersom. Ik was een practitioner scientist. Ja. Ja. Want het woord is meestal scientist practitioner, geloof ik. Ja. Ik vond die praktijk zo bierinteressant en daarom studeerde maar ik ook. Ik bespeur in jouw verhaal ook dat je heel methodisch te werk gaat en dat wil gaan systematiseren. Juist. Is dat ook de reden geweest dat je pedagogiek bent gaan studeren aan de universiteit? Dat je, misschien is het een beetje in verband met de tijd een beetje geforceerd bruggetje. Ja. Want ik wil even meer richting jouw wetenschappelijk werk. Ja. Nee, dat is het. Ik was zo gevallen. Dus mijn meisjesdroom die ik had op mijn 11e, toen ik daar het land over keek, had ik bereikt op mijn... Ja, ik denk door op onderwijzer te worden. Ik wou dus iets bijzonders doen. Ik wou de wereld zien. Ja. En iets met onderwijs. En dat had ik bereikt toen ik 26 was. In New York ervoer je het aan de lijve gewoon van... Ik denk, nou heb ik toch alles wat ik wil. Ja, weet je? Ja. En zo heb ik het altijd gevoeld. Dus het studeren, dat was bij mij bijzaak. Het werk, dat stond centraal. Maar wel steeds nieuwe dingen... Het is een kleine stap voor de mensheid, maar een hele grote stap voor Marleen Jansen. Ja. Ja, nee, precies. Kijk, dus ik ging gewoon heel rustig door met dat studeren, maar dat werk vond ik het allerleukste. En met dat kind heb ik dus heel veel geleerd en kregen wij heel veel kansen. Want om de zoveel maanden kwamen er weer buitenlanders of ik moest weer naar het buitenland om iets te vertellen. En omdat ik het zo goed had opgeschreven, werd ik heel vaak gevraagd of door de directeur gezonden. Want die vond dat ook wel interessant wat ik dan deed. Maar ik nam ook de team mee als leerkracht op een gegeven moment. Op een gegeven moment werd ik dan intern begeleider op die school. En later, toen heb ik de MOB heb ik gedaan in Utrecht. Want ik wil wel mijn doctoraal nog gaan doen. Ja. Dat had ik ook al wel. Ik denk, wat papiertjes helpen. Dan kan ik toch nog meer mijn stempel drukken op de pedagogiek van deze doelgroep. Ja. Dus zo heb ik mijn doctoraal in Utrecht gedaan. Ja. En daar heb ik vooral veel op diagnostiek gebied geleerd, want wij moesten heel veel casussen doen. Ja. Met Jan van Luik nog. Jan van Luik is voor mij een discalculier. Professor van discalculier, geloof ik. Mijn specialiteit was dus leerproblemen, want niemand, ik kon met die doofblindheid kon ik eigenlijk niks. Dus in Utrecht kon niemand mij begeleiden, want ze waren eigenlijk niet gespecialiseerd in doofblindheid. Dat kon niemand. En ik was toch een deeltijdstudent, want ik moest mijn geld verdienen in de avonturen studeren. Maar ik vond dat helemaal niet erg, want in Gerstel was ook nog van alles te koop. Daar liep Lancioni, ik ga een beetje van de hak op de tak, omdat zo mijn leven ook gelopen is. Daar liep Lancioni rond, Giulio Lancioni, een hoogleraar van Nijmegen. Ja. Die deed onderzoek in Sint-Michielsgestel. Ja. En Eve Razing, dat was toen een assistent van Jan van Dijk. En Jan van Dijk had inmiddels al een leerstoel in Nijmegen. Ja. Maar toen was ik eigenlijk nog niet heel bewust bezig met zelf iets willen, hoor. Met wetenschappelijke carrière maken? Nee, ik vond dat prima. Gewoon lekker een beetje op het gemak studeren, doctoraal doen en continu die combinatie hebben. Ja. Want in Utrecht leerde ik weer van Luc Stevens en taakgedrag en motivatie. Ja. 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 En dan kon ik allemaal toepassen, ook op die doofblinden. Ja. En uiteindelijk ben ik begeleid door Van den Dunk, van Jan van den Dunk, want... omdat ik Giulio Lancioni was tegengekomen in Sint-Michielsgestel. En Giulio had verstand van NS1 onderzoek. Wat in jouw geval... Wat mijn basis is geworden van mijn onderzoekscarrière, zeg maar. Ja. En toen ben ik zelf als autodidact spelonderzoek gaan doen met doofblinden. En dat is mijn doctoraalscriptie geworden.
in Utrecht. Ja. Maar Jan van Dunk zegt, die zegt tegen mij, god, ja, in het begin, ik kon helemaal niet goed schrijven, weet je wel. Een beetje chaotisch. Dus, eerst was dat echt op hbo-niveau. Nou ja, en zij kreeg echt een rommeltje om na te kijken van mij. Zeg maar, hier kan ik niks mee, hoor. Dit is wel een chaos. Ik denk, godverdomme, kan ik dat nou weer niet? Hoe ga ik dit nou doen? Nou, toen heb ik weer iets langer over die scriptie gedaan, maar ik heb het wel zelf uitgezocht. En uiteindelijk, toen heb ik een 8 gekregen. Ik zeg, ik zeg, dat zag ik wel aan te kijken. Heb je dit nou zelf? Ik zeg, ja, dit heb ik zelf gedaan. Ik heb gewoon gekeken hoe dat die artikelen in elkaar zaten van Ancioni en noem maar op. En nou heb ik deze scriptie eruit geproduceerd, weet je wel. Dus daar stond zij wel van te kijken. En dat vond ik natuurlijk heel leuk. En toen dacht ik van, oké, doctoraal. Dat heb ik. En toen werd ik ook orthopedagoog op de school. En dus dat heb ik toen nog een tijd gedaan. Maar toen gebeurde er wel iets. Toen wilde ik toch weg daar. Ik wilde niet echt weg, maar ik wilde perspectief. Weet je wel, dan heb je je doctoraal en wil je wat. En toen heb ik nog gesolliciteerd op een andere school, ook weer met blinden. Maar daar werd ik toen net niet aangenomen, omdat er ook iemand had gesolliciteerd die gepromoveerd was. Ja. Ik denk, dan ga ik dat ook doen. Dan ga ik gewoon promoveren. Dus dat was weer een externe omstandigheid waarom ik ben gaan promoveren. Want in Sint-Michielsgestel kon dat. Althans, ik moest wel telkens onderhandelen, hoor. Maar dat deed ik dan ook. Ook als leerkracht ging ik naar de directeur. Dat was een priester destijds, meneer van Eindhoven. En dan ging ik gewoon vragen om geld. Ik zeg, meneer van Eindhoven, ik wil met dat kind, met die doofblinde spelonderzoek gaan doen. Yeah. Is daar een potje voor? Yeah. Nou, en dan zorgde van Eindhoven dat daar een potje voor kwam. Dat was het spel, dat was niet veel geld. Kijk, en daarna, toen wilde ik gaan promoveren. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo makkelijk met de praktijk, want dat deed niemand. Maar mijn directeur, toen Ton Visser van de doofblindenschool, die vond het eigenlijk wel belangrijk. En die zei van, als jij dat binnen een dag kunt doen, gewoon een dag in de week. Binnen een dag promoveren. Als jij een dag in de week vrij krijgt, of zo noemden ze dat, dan heb je weekend. Maar dat was, dan moest ik onderzoek gaan doen. En dan 4 dagen gewoon je baan houden. Dan kunnen we daar wel over hebben. En zo heb ik dat gedaan. En heb je promotor gezocht? 10 jaar heb ik daarover gedaan, over dat onderzoek. Maar ik in het begin... Dat is het proefje naar harmonieuze interacties met doofblinde kinderen. Ja. En dat heb je gedaan aan de Radboud Universiteit? De eerste jaar heb ik dat zelf allemaal uitgezocht. Dus ik had al heel veel data van 2 typen interventies. Die heb ik gewoon allemaal zelf gedaan. Jan, professor. Jan van Dijk, die was professor. En die begeleidde mij wat, maar die had niet zoveel verstand van dit type onderzoek. Dus we zijn nog wel naar verschillende collega's van hem geweest, van die mij dan verder zouden kunnen helpen. Ja. Maar ik had inmiddels al heel veel gegevens. Ja. En toen zijn we uiteindelijk bij Marianne Rikse, Walraven, terechtgekomen. Ja. Ja. Ontwikkelingspsycholoog. Ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit. En Jan en ik kwamen daar aan en zij... Het was nog een rommeltje met die gegevens. Maar zij was wel gefascineerd. En vooral omdat ik ook... Ik wilde mijn onderzoek doen over contactmaker. Over die eerste interactie. Het verhaal dat we net eigenlijk verteld hebben. Ik wil eigenlijk het verhaal van Jan van Uden... Antoine van Uden uitbouwen naar... volgens die hechtingstheorie. En dat veel meer onderbouwen. Want wij wisten in de praktijk wel al hoe we dat op gang moesten krijgen. Prachtige films hadden we al, want het werkt altijd met video. In-service training was top, dus die kwaliteit van die praktijk was echt hoog. Maar de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek zag ik niet. Dus Jan van Dijk had zelf wel onderzoek gedaan naar rode hond, naar kinderen die dan, waarvan de moeders geïnfecteerd waren. En die had... Maar die zat meer op gedrag, op stereotyp gedrag en op deprivatietheorie. En ik wilde meer naar die communicatie toe, want ik had met dat meisje had ik geleerd dat in 5 jaar had zij een lexicon van 900 concepten. Ik denk, dat moet ik aan de wereld
ja, duidelijk gaan maken dat dat mogelijk is met iemand die gewoon niks ziet en niks hoort. En als je maar een goede band opbouwt alles uit de kast haalt, dan kan het. Dan kan er veel meer. Dus dat was mijn missie. Maar ik moest, toen kwam ik bij Marjan en dat vertelde ik natuurlijk ook. Hè, maar ze zegt, we beginnen gewoon bij het begin, Marleen. Want die band is dus het allerbelangrijkste. Als de basis niet goed is, dan kun je de rest gaan schudden. En dat is dus ook de hypothese van mijn onderzoek geworden. Dus interactie is de basis voor verdere communicatieontwikkeling. En zoals mijn carrière verder is, mijn promovendi hebben dat laatste stuk gedaan, weet je. Maar ik moest nog helemaal de basis leggen. En van Marianne heb ik geleerd om te publiceren. Dus dat was natuurlijk noodzakelijk om voor je wetenschappelijke carrière. Zij heeft jouw wetenschap gevormd of gekneed, of hoe moet je dat zeggen? Zij heeft jou wat minder de practitioner gemaakt, wat meer de scientist. Juist. De practitioner, dat was je natuurlijk al. Maar onderzoek wat jij doet, dat zal nooit met een hele grote steekproef zijn. Hoeveel mensen zijn ongeveer, ik las ook 50.000 mensen zijn in Nederland doof, blind? Dat is dus nog niet bekend, maar laten we dan bij dat getal van 55... duizend houden. Ja. Maar daar heb je ook nog heel veel verschillende typen doofblinden in. Ja. Maar kijk, daar was ik toen helemaal niet mee bezig. Ik heb gewoon mijn eigen weg gevolgd. En wat ik kon. En mijn eigen competentie, weet je wel. Want ik moest toen, ik was gewoon pedagoog, orthopedagoog. Ik denk, als ik jou met één woord moet kenschetsen, is dat toch pionieren, volgens mij. Juist, dat was het. Dat was het. Zo zie ik het zelf ook. In het diepe springen en proberen orde te... Zo voel ik het zelf wel. Ook, met name ook... Of een methode te vinden. Ja, die was er niet. Er was wel wat, maar er was niks onderbouwd. Niks onderbouwd. Dus ik heb eigenlijk die onderbouwing verzorgd. Omdat je in de praktijk ervoer dat nodig was. Dat is wat. Ja, ik had het zelf gewoon. Waardoor je meer doofblinde mensen zou kunnen gaan helpen. Absoluut. Ik moest in dat gat springen voor ouders, voor groepsleiding, voor leerkrachten. Want die vroegen allemaal: hoe moet dat nou? Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik mijn kind begrijp, vooral ouders? En ik had een zwak voor ouders, ook omdat ik mijn eigen ouders natuurlijk altijd flink ondersteund heb, vind ik zelf. En ik had daar feeling voor die ouders. Dus voordat ik met mijn wetenschappelijke carrière bezig was, moest ik al het hele land door om nieuwe kinderen voor Gestel binnen te gaan halen. omdat ik heel goed met ouders overweg kon. En die vragen die kreeg ik altijd van, wat betekent dat dan? En dus dat werken met video, dat hebben wij ook met ouders gedaan in thuissituaties. En als je dat systematisch opbouwt, dus eerst een periode doet zonder dat je met een bepaalde interventie bezig bent. En dan op een duidelijk moment wel met interventie bezig. Dan ga je heus wel verschillen zien en meten. En het meten, dat is pas later belangrijker geworden. Als je die films maar hebt. Vanuit een bepaalde perspectief kijkt naar het videomateriaal, dan ga je die cijfertjes eruit krijgen. Maar dat heb ik ook gewoon spelende wijs geleerd. Dat had Jan van Dijk al door Lancioni, die deed op hoog niveau. Dat was echt zo'n gedrags... behaviorist, weet je wel. En ik niet. Ik voelde me meer... naar die interactie en die responsiviteit, dat was meer mijn ding. Nou, en dat vond ik bij Marianne. Dan is dus wat ik van Marianne geleerd heb, is vooral het goed presenteren, het wetenschappelijk presenteren, maar die grafieken maken echt werken volgens het boekje, dat heb ik gewoon zelf geleerd. Dat heb ik mezelf gewoon geleerd. Maar begon toen ook, je bent hoogleraar geworden, de allereerste hoogleraar op het gebied van doofblinde studies. Mm-hmm.
Kwam het voort uit een ambitie of zo die zich ontwikkelde, dat je nog wetenschappelijker wilde worden? Ik kon allemaal de kunst afkijken. Jan van Dijk die was dus professor op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. En die betrok mij overal al mee, maar ik was ook zo'n fanatieke leerkracht die hij nog nooit mee had gemaakt. Dus ik mocht met hem mee naar Amerika, ook naar die eerste conferentie in 84. Ik zat in 87, 88 en 89 ben ik met Jan summercourses gaan geven in Tallahassee, in Seattle en Tampa. En ik vond het allemaal geweldig. Dus ik mocht met hem van alles doen. Ook colleges geven in Seattle voor 500 man. Dus hij liet mij gewoon lekker freewheelen. Ik zag dat af, maar ik dacht, ja, dit kan ik niet wat Jan kan. Dat was echt zo'n lefgozer. Dat is echt een verhaal apart. Maar die kon dus alle doofblinden die hij op zijn bordje kreeg in het buitenland, kon hij diagnosticeren aan plein publiek. Dus met 500 man, studenten die dan op zijn handen keken, kon hij dat gewoon doen. Dat had hij, omdat hij al duizenden kinderen had gediagnosticeerd samen met Antoine van Uden. Dus hij was echt zo'n diagnosticus en ik was gewoon meer een leerkracht. Een onderwijzer, maar ook een begeleider van ouders, ook een orthopedagoog. Dat was ik al in hart en nieren, want ik wilde ook die andere mensen helpen om hun kind te begrijpen. Maar doordat ik zoveel kans heb gekregen en gegrepen, zag ik wel wat er mogelijk was. En Jan die vroeg, ga nou maar promoveren. Ik zeg, nou Jan, dat hoef ik toch helemaal niet, ik vind het prima eigenlijk. Maar doordat hij een beetje aanhield, ben ik dat dus uiteindelijk wel gaan doen. En toen, ik vond onderzoek doen ook hartstikke leuk. Ik denk, en toen kwam ik er pas achter dat er zo weinig was tijdens mijn promotieonderzoek. Toen had ik geen basis om op, bijna geen basis om op terug te vallen. En toen dacht ik, en dat was wat was het nou, 2000 denk ik. Toen moest Marianne Riksen, die had haar oratie, die heeft twee oraties gedaan. Zij is ook, bijzonder hoogleraar geworden in Amsterdam. Met de kinderopvang, geloof ik, als ik me goed herinner. En dat was haar eerste oratie. En toen ben ik met Jan daar naartoe gegaan. Natuurlijk, we waren fans van Marian. Dus wij zaten. En Marian die deed dat dan zo leuk en zo goed gewoon. En ik denk, als in zo'n rol, als ik dat zou hebben, dan kan ik ook echt iets betekenen voor doofblinde mensen. En toen, op dat moment, dacht ik, ik moet gewoon hoogleraar worden voor een doofblinde. Maar ik was nog lang niet klaar met mijn promotieonderzoek. toen viel dat kwartje. Eerst het kwartje met Jan van Dijk tijdens die gastles heeft mijn leven veranderd. Heel mijn verhaal met mijn eerste doofblinde leerling. En het derde cruciale moment. Die veilingkist was het eerste, maar het derde. Dat je haar oratie aanhoorde. Dat was echt het moment dat ik dacht, ik ga dit doen. Dus ik zei, dit wil ik ook, zei ik tegen Jan. Ja. Dat gaat jou niet lukken. Om hem te stimuleren of dacht hij echt dat je dat niet Hij dacht dat het echt niet zou lukken. Dat dacht hij, want hij was dus zelf hoogleraar, bijzonder hoogleraar voor doven en doofblinden en alles wat daar, allerlei moeilijke groepen, wat dan verbonden was aan doofheid. Hij dacht echt van, doofblindheid, dat is zo'n kleine populatie wereldwijd, dat gaat gewoon helemaal niet lukken om daar nog iets hoogleraar, want het was nog niemand gelukt. Dus waarom zou het mij wel lukken dan, weet je wel? Ja, het is je toch gelukt. Het is me toch gelukt. Dan moeten ze vooral zo zeggen dan, weet je wel. Dan ben ik heel beseks. Dat gaan wij nog zien. Dus vanaf dat moment ben ik gaan onderhandelen in Sint-Pieters Kessel, ook met de directie en met mijn baas van de school. Maar dat bleek dus wel heel lastig om dan een leerstoel nog in Nijmegen, want inmiddels was Harry Knoors, ik weet niet precies meer welk jaar hoor, dat je Harry nou hoogleraar is geworden, maar die is Jan toen op een gegeven moment opgevolgd. Die was Jan al opgevolgd voordat Marian die oratie had. Ja. Dus toen was Harry al hoogleraar. En Harry is echt van de doven, met gebarentaal. Die deed ook wel een beetje op doofblindheid, maar niet specifiek. Toen ben ik ook gaan praten wel met deze en gene van, zou het niet mogelijk zijn om een leerstoel voor doofblinden? Maar dat vond men toch wel heel spannend.
En eigenlijk kreeg ik niet zoveel stimulans op dat moment. Op dat moment. Hè, dus nou ja, het was inmiddels al 2003 toen ik gepromoveerd ben. Want de rest is allemaal, ja, ik heb gewoon mijn droom waargemaakt. En toen was het 2003. Ik denk, ja, het lukt dus even niet snel. Dus hoe ga ik dit doen? Ik ga gewoon verschillende universiteiten opbellen. Ja. Wie er nou geïnteresseerd is in onderzoek zoals ik dat heb. Ja. Ja. En toen ben ik in Amsterdam, ik denk ik begin gewoon onderaan. He, ik ga als ik onderwijs geven lukt mij, dat was ik van overtuigd. Ja. Dan ga ik gewoon als UD'er beginnen. Ja. En ik in leerproblemen dacht ik, want dat is mijn doctoraal, dus dat kan ik ook. Ja. En dan ga ik onderhandelen op zo'n universiteit. Ook weer de lange weg. Ik had heel mijn leven al een lange weg gehad, dat maakte mij niet uit. Ja. En toen kwam ik bij Arjan van der Leij op de UvA. Ja. Daar kwam toevallig een functie als UD'er en kwam ik met mijn verhaal. En die zei van, doofblind zegt hij, ja, dat past eigenlijk niet zo bij ons in de vakgroep. Maar hij zegt, je moet eens naar Groningen. Zegt hij, daar zitten meer van die moeilijke groepen. en als het daar niet lukt, dan moet je terugkomen. Als het niet lukt, zegt hij, dan moet je terugkomen. Want hij vond het wel. Ik denk, en dan denk ik, ze vinden het dus wel interessant. Maar het is ook, ik snap dat wel, het moet ergens inpassen in het beleid van een groep orthopedagogen, weet je. En toen heb ik, eigenlijk op zijn verzoek heb ik gewoon, ik weet niet wie ik het eerst aan de lijn had, Ruizenaars of Vlaskamp. Maar die waren de hoogleraren toen van Groningen. Nou ja, Wiet die zei al meteen, die was nog maar net van Leiden, Wiet Ruizenaars. Die ook in deze serie zit. En die was meteen enthousiast. Die zei maar alleen, we zoeken nou net een docent die verstand heeft van zintuigelijke beperkingen. Hij zei, want daar komen we niet aan. Ik zei, ik heb het alle twee. Ik heb verstand van visus en van gehoor. Dus, en Carla Vlaskamp, die was ook enthousiast. Want zij heeft ook een hele moeilijke doelgroep. De ernstig, meervoudig, verstandelijke, beperkte. En zij zegt, een hele groot deel van die mensen, die is doofblind. Die valt eigenlijk onder jouw categorie. Dus het is misschien nog wel mooi om iets samen te gaan doen. Zo zag zij mij. En die dacht van, hé, dat kan zijn mooi met ook met verstandelijke beperkte. En dat, om een lang verhaal kort te maken. Ze hebben een baan gecreëerd als UD'er. Want ze hadden op dat moment nog alleen een postdoc positie. Ik zei, dat ga ik niet doen. Ik moet wel ook verdienen. Zij hebben toen als UD'er een positie gecreëerd. Ja, en dat ging eigenlijk heel goed. En toen was ik dus echt helemaal weg. Maar ik hield natuurlijk wel contact nog met Sint-Michielskerstel. En ook met andere instellingen, met Bartimeus en met Fysio. Want daar zitten doofblinden. Dus dat voor mijn onderzoek heb ik altijd contact gehouden. En Carlo Schummel van de VU. Die is nog niet met emeriet hertog. Die was zeer geïnteresseerd in mijn promotieonderzoek. In het programma Contact. Hij zegt, dat programma kunnen we eigenlijk ook prima op Bartimeus gaan doen. Dus daar had ik ook al een lijntje mee. Dus dat liep en ik kreeg verschillende verzoeken om dat contactprogramma verder te onderzoeken, ook naar andere doelgroepen toe. Maar een jaar later, toen belde mijn oude directeur weer van de doofblindenschool en die zegt van, god, Marleen, jij bent weg en het gaat toch allemaal niet zo goed bij ons. Wil je niet terugkomen? Zo. Ik zei, dat gaan we niet doen. Maar we kunnen wel misschien een mooie samenwerking op gang zetten. Dat ik nog wel iets van implementatieonderzoek doe. Maar dat jullie meer onderzoeksgeld gaan genereren. Om verder te komen met die doofblinden. En zo is het gegaan. Toen is Kentalis zich erachter gaan zetten. Bijzondere leerstoelen die hadden ze toen niet in Groningen. Nee. Dus en toen hadden ze de mogelijkheid om adjunct hoogleraar te worden. Dus toen ben ik na 4 jaar UD'er, adjunct hoogleraar. Dus dat is UHD, zeg maar, geworden. En dat was voor die tijd vrij uniek, maar ik voldeed aan alle eisen.
Ook als UD'er was ik al zwaar. Ik had al veel meer publicaties als een doorsnee UD'er. Ja, weet je wel? Dat had ik allemaal toevallig, omdat ik na mijn promotie, weet je wel, omdat ik lang over die promotieonderzoek had gedaan. Dus ik voldeed aan alle eisen van de tenure track, want daar begonnen ze toen mee. Ja. Dat is een heel streng systeem. Ja. En toen ben ik op één ding na. Dat was het begeleiden van promovendi. Terwijl ik dat het liefste zou willen. Maar dat hebben ze toen gecompenseerd. En daar ben ik Bert Kremers heel dankbaar voor. Ja, die zit ook in deze serie. Ja. En later Henk Kiers is decaan geworden. Ja. En nu is het Kees Aarts. Dus drie decanen ben ik heel dankbaar voor alle ruimte die ze mij gegeven hebben om dat onderzoek uit te bouwen. En die gaven jou ook de ruimte om die masteropleiding Communication Blindness. Die had ik ook al voordat ik hoogleraar werd, die opleiding. Die heb jij zelf ontwikkeld? Die heb ik zelf, En dat is een masteropleiding voor een internationale masteropleiding. Ja. Waar studenten van over de hele wereld. Het zal een kleine groep zijn, denk ik. Het is vooral Europa, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben de laatste jaren toch ook Nieuw-Zeeland, Afrika heb ik er veel gehad. Relatief. Ja. In totaal, onder mijn supervisie zijn er denk ik zo'n 90 afgestudeerd. Maar mijn opvolger gaat door. Nu hebben we er meer dan 100. Over de hele wereld die afgestudeerd zijn in deafblindness. En jij werd de allereerste hoogleraar in de wereld op het gebied van doofblindheid. Ja, dat was dus eigenlijk het verhaal wat Jan toen zei, dat gaat jou niet lukken. Ik denk, dat zullen we dan nog wel eens zien. En door Groningen, door goede gesprekken met de decanen en ook door stimulans van Kentalis, want het was een kruisbestuiving. Is dat goed gelukt? Want mijn focus was alleen doofblind. Ik zei, omdat er voor alle. Ik heb heus wel verstand van mensen met diep verstandelijke beperkingen of verstandelijke beperkingen en doofheid. Ik zie nu dat er voor doofblindheid in heel de wereld nog niks is. En dat heb ik toen ook tegen de decanen gezegd. Ja. En Gerstel, die wist dat wel. Maar die vond het ook tricky met zo'n kleine doelgroep. Maar in Amerika, ik wist alles wel wat er was op dat gebied. Ja. Want Susan Bruce, dat is mijn collega die ook onderzoek doet in Boston. Ja. Maar die mocht nooit alleen op zo'n doelgroep onderzoek doen. Dus die moesten van alles bij doen. Hè. Autisme, dus ook mensen met andere beperkingen. En daarom werd er in die tijd ook veel gepubliceerd over mensen met meervoudig sensorische beperkingen, zo noemen ze het dan. Ja. Maar niet specifiek op doofblind. En ik heb dan alleen nog maar congenitaal doofblind gedaan, hè? Dus aangeboren doofblind, dat was mijn specialiteit. Nu zijn we ook met andere vormen bezig, maar toen ben ik daar echt mee begonnen. En dat was gewoon heel uniek en toch gelukt, omdat ik koos voor NS1 design. Maar dat was ook, daar moest ik ook flink wat noten kraken in Groningen. Dat kan toch bijna niet anders? Anders. Dan kom jij in vanuit de praktijk, je werd fulltime hoogleraar dan. Dan kom je dus fulltime in de wetenschap en daar is iedereen bezig met zoveel mogelijk publiceren. Ja. Met zijn of haar H-index. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Jij bent toch volgens mij. Jij maakt de wereld voor bepaalde mensen die doofblind zijn. De impact van jou is toch dat jij hun wereld vergroot. Dat is mijn missie. Alleen ik zag wel. Dus mijn drive is ook geworden vanuit de praktijk. Ik moet nu wetenschap gaan bedrijven. Want als ik het goed kan beschrijven en wanneer ik voldoende wetenschappelijke artikelen heb, want dat was toen het systeem, zoveel mogelijk artikelen, dan help ik die mensen. Want dan krijgen ze status, dan kunnen ze er ook niet meer omheen.
He, want tegen mij als leerkracht, wordt nu nog vaak gezegd, ja, doofblind, maar dat is toch hetzelfde als doof verstandelijk beperkt en noem maar op. He, en ik wilde aantonen dat dat dus niet zo was. Ja, en dat kon alleen maar door NS1 onderzoek te doen. Ja. En dat kon ik toevallig best goed. He, en als je maar voldoende, en ik wist ook goed hoe dat je evidence op moest bouwen volgens die single subject research. Want dat betekent dat je zoveel mogelijk casussen moet doen. Hoe meer casussen dat je doet, hoe meer evidence dat je hebt. En dan is het blijkbaar ook nog een goede methode om die evidence aan te tonen. Want ja, de manier waarop wij dat deden, is heel arbeidsintensief. Dat lijkt me heel goed. Dat kan niet anders. Nee. Dus wij gingen alles analyseren. Maar ervoer jij dan bijvoorbeeld ook publicatiedruk? Wat veel wetenschappers zeggen te ervaren. Gewoon. Maar is dat... Daar ben ik ook goed in opgeleid door Henk Kiers. Want die heb ik toen nog even als... U was decaan, maar die heb ik ook nog even als mentor gehad. Omdat ik er van buiten kwam. En ik werd gewoon wel een beetje getraind in hoeveel artikelen dat je moest hebben per 5 jaar. Wat precies de eisen waren om in die tenure track te handhaven. En dat vond ik wel belangrijk, want als ik er uit die tenure track zou sukkelen, dan... Om je het vak daarmee meer body kan geven of zo. Juist. Ik kan me toch voorstellen, zeg maar als ik het voor je invul hoor, ja. Dat je heel veel meer voldoening ervaart als jij iemand gewoon echt helpt. Ja, maar dat had ik al 30 jaar gedaan, Vittorio. Ja, dat is... ik had een andere... Dat je er nu wat meer boven staat of zo. Bij mij liep het anders. Het was wel een hele stap om naar zo'n universiteit te gaan en naar die wetenschap. Maar ik dacht voor mezelf, niemand maakt mij nog iets wijs. Want ik heb 30 jaar hele bijzondere praktijkervaring en meer natuurlijk. Want ik had al wetenschappelijk gepubliceerd en ik wist gewoon dat ik best slim was. Ik denk, ik laat me niet ringelen door niemand. Dus ik laat me ook niet gebruiken voor andere doelgroepen. Maar dat heb je volgens mij heel je leven... Ja, eigenlijk heb ik dat heel lang gedaan. Tenminste, wat je mij zo vertelt. Dat denk ik nou. Ik ben nou pas aan het terugkijken op mijn leven. Ik ging allemaal vooruit. Mag het. Ja. En dat was ook goed dat ik wat ouder was voordat ik die universitaire wereld binnenkwam. Want het is natuurlijk een wereld apart. En ik heb alle cursussen gevolgd, dus ook academisch leiding geven. Alles heb ik gewoon gedaan wat elke hoogleraar moest doen in Groningen. Nou, en ik kon daar wel allemaal mijn eigen draai aan geven. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel voldoening geven. En de studenten vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Mijn missie was toen meer de studenten alweer warm maken voor mijn vak. Eens onderwijzer, altijd onderwijzer, toch? En toen heb ik door het praktijkgerichte onderzoek wat wij bleven doen. Hè, dus die NS1-casus, die bleef ik gewoon in de praktijk doen, hè, met al mijn promovendi. Dus wij hadden op een gegeven moment, daar zaten we door het hele land met 5 promovendi. En die promovendi, die deden dan weer meer het praktijkbegeleidingswerk, maar dan wel op een systematische manier. Precies. Om weer nieuwe dingen te vinden rondom die communicatie. Ja. Zo heb ik 7 nu klaar en nog 4 in de pijplijn. Wat vind jij je grootste wetenschappelijke bijdrage aan het vak? De grootste bijdrage vind ik dat er nu flink wat wetenschappelijke artikelen gepubliceerd zijn over de communicatie. Over het contact maken en communicatie op het gebied van doofblindheid. Dat vind ik mijn wetenschappelijke bijdrage, maar ik zie het meer als fundament. Wat ik gedaan heb nog, en met mijn promovendi die nu klaar zijn, is alleen nog maar fundament gelegd. Voor een hele bijzondere doelgroep waar wij als maatschappij heel veel van kunnen leren. Ja, wat kunnen wij ervan leren? Dat valt nog zo. Kijk, ik denk dat er nog veel meer potentie in zit in doofblinden. En daar word ik wel steeds in bevestigd. Mijn specialiteit was dus de aangeboren doofblinden. Ja. Maar ik werk nu ook veel met mensen die op latere leeftijd doofblind zijn geworden. Die zijn veel mondiger, die kunnen veel meer zelf vertellen. Die zeggen mij ook, Marleen, er moet nog veel meer gebeuren. En waar ik nu, dat is weer een eye-opener.
Ik ben nu in contact met John Lee Clark in Amerika, een doofblinde. Poet. Ja. Dus die heeft 6 december een mooi boek uitgebracht, gedichten. Ik ben in contact met Lisa van der Mark, dat is een doofblinde mevrouw uit Nederland die nu met een PhD-studie bezig is. En die doen onderzoek naar protectile communication. Het duurt alweer wat langer, maar daar ken ik al, die groep ken ik eigenlijk al heel lang, want Jan van Dijk die werkte vroeger ook al in Seattle, daar ben ik nog met Jan geweest. En in Seattle had je eigenlijk een hele groep mensen die doofblind waren, verworven doofblind, en die woonden in een gemeenschap, de Ushers. Mensen met het syndroom van Usher. Nou, en die trekken nu aan de bel en dat vind ik geweldig. Die gaan nou helemaal een soort movement opzetten, wat vroeger, waar Harry Knoors het over had, de Deaf Power had je. En ik verwacht nu een beetje van hun uit de Deaf Blind Power. Die gaan alles anders doen. Dus als ik hun uitnodig, bijvoorbeeld om op een conferentie voor mij iets te vertellen, dan zeg ik, nee, maar alleen dat doen we niet. Want jij moet maar naar ons komen. En stel, als we iets doen, dan doen we het op onze manier, dan doen we het doofblind vriendelijk. Dan gaan we kleine ruimtes creëren en dan komen jullie maar horen en zien bij ons. Dan gaan wij met jullie protectile doen en dat is tactiele gebarentaal. Dat is anders dan vingerspelling, dat is wat ik vroeger geleerd heb. Maar tactiele gebarentaal, dat is heel bijzonder. En daar kun je ook filmpjes van op YouTube vinden. Protectile Communication. Okay. Google, je hebt het gevonden. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Tara Edwards is een onderzoeker die daar nog niet zo heel lang mee bezig is. Maar die kan fantastisch daarover schrijven. En ook, kijk, ik ben een pedagoog, maar zij is een linguist. Dus zij gaat dan helemaal wetenschappelijk uitpluizen. Dat het gewoon ook een bijzondere taal is. En ook die doofblinde beweging, die gaat nou, want ik heb aan hun gevraagd, kun je dan ook kinderen die taal gaan leren? En dat hebben ze nog niet zo heel veel ervaring mee, maar dat willen ze wel gaan doen. Dus daar heb ik nou contacten over lopen. En ik hoop dat samen met mijn opvolger dan daar echt gevolg aan te geven. En met Lisa van der Mark. Want Lisa wil dan heel die movement hier in Europa op gaan zetten. En die krijgt van mij alle stimulans van de wereld. Mooi. Dus ik leer van hun. Ja. En dat willen ze ook. Alleen ik ben de tussenpaus geweest een beetje. Zo zie ik het. Van helemaal Of grondlegger of zo. Grondlegger. En ik ben gewoon pedagoog. Ja. Zij gaan misschien een andere richting op. Hè, maar daar gaat veel gebeuren. Dat verwacht ik van de jongelui. Waar we vanaf moeten is dat. Dat er niet alleen maar onderzoek gedaan wordt voor onderzoek, maar dat het iets opbouwt voor de praktijk. Doordat er goed onderzoek gedaan wordt, faciliteiten komen om alle doofblinden in Nederland, maar in heel de wereld, echt verder te helpen. Daarvoor heb ik het gedaan. Ja. Heel mooi. Ter afsluiting van onze interview, zou je mij kunnen laten zien, stel ik ben doofblind, hoe je met mij zou communiceren? En als we bijvoorbeeld naar buiten gaan om te gaan schommelen, dan zeg ik, jij en ik, wij gaan samen, schommelen, dat is een beetje een gebaartje, en dan gaan we dat spellen, dan zeg ik, schommelen. Of naar de school mul. Met dat meisje spelde ik gewoon zinnetjes. Bijvoorbeeld naar buiten. Pak, jij moet jouw jas pakken. Dan deed je een combinatie van gebaartjes. Gaat jouw jas pakken. Dus als jij praat, altijd je hand onder. Ja, en als ik wat tegen jou zou willen duidelijk maken met gebaartaal, dan ga jij onder. Kijk, dan jouw praathanden zitten onder.
Ja, ja, ja. Dus ja. Nou mag jij dingen. Kijk, als jij stuurt, dan stuur jij. Kunnen, ja. Snap je? Als ik met jou wil schommelen, dan zou ja, ik... Ja, dan volg ik jou. Ja, ja, nou, luister ja. Ik naar jou. Ja, ja. Maar dat duurt lang, volgens mij. Ja, en bij jonge kinderen loopt dat allemaal door elkaar. En ouders, die leren, heb je ja, dat ook geleerd? Ja, die kun je dit wel gewoon leren. Ja. Maar door het elke dag zo te doen, en vooral heel veel herhalen en al die gebaartjes, dan gaan ze dat overnemen. Ja, fantastisch. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Een heel bijzonder verhaal. Dankjewel. Ja, dankjewel.